vernieuwde Milieustraat aan de Kanaalstraat is sinds maandag 1 december toegankelijk voor bezoekers. En vandaag gaan wij zien en horen welke veranderingen er zoal hebben plaatsgevonden. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de vorige Milieustraat? De grootste verandering is dat de bezoekers met de afvalpas nu binnenkomen. Er staat geen acceptant meer aan de poort. En de bezoekers houden zelf gewoon de afvalpas voor de lezer en dan gaat de slagboom open en dan hebben ze toegang tot de Milieustraat. Zijn er ook nieuwe regels waarvan jullie verwachten dat bezoekers eraan moeten wennen? Ja, waar de bezoekers aan moeten wennen is dat als ze restafval naar de Milieustraat brengen, dat ze dat in de grijze zak moeten doen en niet in de groene afvalzak. Want die kunnen ze gewoon aan de straat zetten. En waar ze ook aan moeten wennen is dat er nu per kilogram wordt betaald en niet meer per kuub. En dat kan dus met bijvoorbeeld afvalsoorten zoals grond of puin behoorlijk oplopen. Dus daar moeten de mensen wel rekening mee houden dat als de 250 kilo te goed op is, dat ze daarna 14 cent per kilo gaan betalen. Wat vindt u van de nieuwe Milieustraat? Ik vind het netjes, het ziet er allemaal gelikt uit. En wat vindt u het grootste pluspunt? Nou, dat je alles gelijk kunt zien waar je je spullen kwijt kan. Dus alles staat netjes aangegeven van hier kun je je hout, die metaal en noem het dan maar ook kwijt. Dus ziet er netjes uit. Bezoekers zijn gewend om ook bijvoorbeeld een groene afvalzak mee te nemen naar de Milieustraat. Maar restafval is een betaalde afvalsoort. En omdat het onbemand is, kan de weegbrug niet zien of de groene of een grijze afvalzak is. Dus daar moet dan voor betaald worden. Jullie hebben hier ook een rolpacker. Wat is dat precies? Ja, de rolpacker die gebruiken wij bij de houtcontainers. En die zorgt ervoor dat het hout wat in de container gooit extra verdicht wordt. Met een factor van 3. Waardoor wij meer kilo's in de container kunnen stoppen. Zodat we niet zo vaak met de vrachtwagen hoeven te rijden. Als we het los in de container gooien, kan er ongeveer 3 ton hout in de container. En dankzij die rolpacker kunnen we nu tussen de 9 en de 10 ton hout erin kwijt. Dus dat scheelt 2 ritjes met een vrachtwagen. Ik was aangenaam verrast. Het ziet er leuk uit. Je kunt met je pasje even langs de poort en zo naar binnen. Lekker handig. En ik vind de bordjes wel duidelijk. Je kunt heel duidelijk zien waar je het in kunt stoppen. Dat is wel handig. Dus de nieuwe Milieustraat is zowel voor de mensen die hier werken als de bezoekers wennen. Wat kunnen de bezoekers doen om het hier op rolletjes te laten lopen wanneer ze hier zijn? Wat de bezoekers vooral kunnen doen is zorgen dat ze hun afval in de juiste container gooien. We hebben overal duidelijke benamingen bij de container staan. Als ze het niet weten, dan kunnen ze aan een van de toezichthouders vragen die hier op het terrein rondlopen. En uiteraard horen wij ook graag suggesties van bezoekers als we iets kunnen verbeteren. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte.